Hoofdstuk 5. Politiek, gemeente en provincie. Wat doen ze eigenlijk? De provincie. Nederland is verdeeld in 12 provinciën. Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Voor wie niet meer precies weten waar nou weer, waar nou wat ligt, even een kaartje. Wat doet de provincie? Of wat doet het provinciebestuur? Het provinciebestuur maakt streekplannen. Hierin staat wat de bestemming is voor een bepaald gebied in de provincie. Dus komt de landbouw, komt de natuur, is er woningbouw gepland, enzovoort. Je kunt het zo geen niet bedenken of er zijn wel streekplannen voor. Bijvoorbeeld ook voor de luchtkwaliteit, een verkeersplan, enzovoort. Daarnaast merken we dat de betrokkenheid bij de provincie van burgers heel erg laag is. De provincie interesseert mensen over het algemeen niet zo. Je ziet ook bij verkiezingsopkomsten dat de verkiezingsopkomst bij de provincie erg laag is. Als we dan kijken naar de Nederlandse democratie en hoe het bestuur werkt, dan zie je dat de provinciale staten gekozen worden door de burgers, één keer in de 4 jaar. Op dezelfde manier als bij de regering komt door een formatie gedeputeerde staten tot stand. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. Ook de gemeenteraad mag je 1 keer in de 4 jaar kiezen. En ook door een formatie komen er dan wethouders. Wethouders en gedeputeerden kun je dus eigenlijk vergelijken met ministers. Alleen dan op provinciaal en lokaal niveau. De gemeente. Je hebt op 4 manieren met de gemeente te maken als burger. Je bent een klant van de gemeente, bijvoorbeeld voor het ophalen van identiteitskaarten, paspoorten, uitreksels van het bevolkingsregister, enzovoort. Je bent betrokken bij het beleid. Je hebt inspraakrecht in de gemeenteraad. Je mag raadsvergaderingen bijwonen, enzovoort. Je mag natuurlijk stemmen voor de gemeenteraad, als je 18 jaar of ouder bent. En tenslotte heb je te maken met de gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de OZB-belasting. Dat is de onroerend zaakbelasting en die betaalt iedereen die een huis heeft in de gemeente. BMW, oftewel burgemeester en wethouders. BMW vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de burgemeester. De overige leden zijn de wethouders. Die zijn dus vergelijkbaar met ministers. Wat was nu eigenlijk de rol van de burgemeester? Het college van BMW legt verantwoording af aan de gemeenteraad, terwijl de meerderheid van de gemeenteraad steun geeft aan het college van BMW en natuurlijk het college van BMW controleert. De burgemeester is de voorzitter van zowel het college van BMW als de gemeenteraad. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat de burgemeester een dubbele taak heeft. Want wie moet de burgemeester controleren? Hijzelf, want hij zit in beide. Dat is een beetje een vreemde situatie. Daarom hoort de burgemeester ook onafhankelijk te zijn, zodat hij beide taken goed kan uitvoeren. Stel, er is nu een conflict tussen het college van BMW en de gemeenteraad. Dan kan de burgemeester fungeren als een soort bruggenbouwer. Hij bemiddelt dan tussen het college van BMW en de gemeenteraad en zo blijft er toch nog overleg mogelijk en komen ze er misschien toch nog uit. Zo niet, dan volgen er natuurlijk nieuwe verkiezingen. Wat zijn nu de taken van het gemeentebestuur? Het uitvoeren van wetten en maatregelen van de Rijksoverheid. Zorgen voor de financiën. Bestemmingsplannen maken. Dus waar komen woningen, waar komen industrie, waar komen winkels, enzovoort. Openbare orde en veiligheid. De burgemeester is
hoofd van de politie en de brandweer in de gemeente. Hij kan dus bijvoorbeeld grote voetbalwedstrijden met risicosupporters verbieden. En een verschaffer van documenten, zoals het paspoort.